5 ingrediënten. 1001 keukenspullen. Goedemiddag. 1 topkok. En hier zijn weer 2 nietsvermoedende kandidaten. Tweelingzussen Yannick en Justine. Ze krijgen 5 ingrediënten, 20 minuten de tijd en maar 1 vraag. Wat maak je ervan? 1, 2, 3. Oh, joepie de poepie. Joepie de poepie, dat ziet er lekker uit. Nu moet je er nog iets van maken. Misschien een roerei maken. En dan stukjes aardappel. Doe ik. Dat is echt niet lekker hoor. Nee, natuurlijk is dat niet lekker. Je moet er ook iets heel anders mee doen. Mooi. Ik weet het even niet meer. Niet bakken, husselen. Ja, je bent de kluts kwijt. Husselen, bakken, wat doen we nou? Dat is gewoon een beetje op zijn Duits. Dus plakjes? Ja. Of wat wil je, blokjes? Ja. Blokjes of... Blokjes of... Partjes. Ach, maak er gewoon huttekeerzieke schinkenslijven van. Nou, ik doe het gewoon eventjes op z'n Hollands. Gewoon lekker in de pan. Kijk, als je goed kan koken, is het appeltje eitje. Een beetje... Heel leuk. Aardappelschillen. Je smokkelt. Zelfs eierschillen liggen op het bord. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Ja. Jullie hebben taakverdeling gemaakt. Het ging een beetje vanzelf, hè? Ja. Nou, is goed. Laten we het proeven. En hij zegt niks. Zeg iets. Zeg iets. Ik ben zelf ook in de keuken bezig geweest. Ik had ook 20 minuten. Ik heb dit voor jullie gemaakt. Mayonaise. Ja, mayonaise, ja. Scharrelij, plantaardige olie, naturazijn en mosterd. Dat zijn dus precies de basisingrediënten van onze mayonaise.